Welkom bij Regio TV aan tafel Suriname. We hebben mooie onderwerpen voor u en een paar van die onderwerpen gaan over een terugblik van zaken die we al eerder de revue hebben laten passeren. Een van onze speciale gasten is Gerard van den Berg, voorheen van de Doxen Club. Dit en meer in deze aflevering van Regio Tafel Suriname. Gerard, een bijzonder hartelijk welkom. Goedemiddag. Het is leuk dat je er weer bij bent en het is alleen jammer dat het niet in Suriname is, maar het is in Nederland, hè? Ja, helaas. Het is niet anders, Tom. Ja. Wanneer ben je definitief vertrokken uit Suriname? 17 mei 2022. Ja, en wat heb je daar achtergelaten? Ja, mijn hele bedrijf. Het bedrijf, terrein, 23 hectare, 7 woonhuizen. We hebben de deur op slot gedaan en we zijn weggegaan. Ja. In de wandelgangen hebben we ook mogen vernemen dat je eigenlijk niet zomaar vertrokken bent, maar dat er ook nog wat hele vervelende zaken zijn gebeurd voordat je vertrok. Een inval in je woning of zo? Ja, er is natuurlijk, dat is een paar maanden daarvoor gebeurd, een hele zware overval in mijn woning heeft plaatsgevonden. 6 man, gewapend, hebben meer dan een half uur in de woning zijn ze geweest, alleen maar telefoneren. Er stond 1 man met een wapen achter mijn slaapkamerdeur. Kon ik naderhand op camera zien. Na een half uur bellen, zijn ze toch maar naar boven gegaan om de deur in te breken. Hebben ze geprobeerd, ben ik wakker geworden. En dat is een hele schietpartij geworden. Ja, ik geloof 4 of 27 keer is er heen en weer geschoten. Kogels zaten in bankstel in mijn slaapkamer, in het bed. Mijn deur was een gatenkaas. Je zegt heen en weer geschoten. Heb je dus zelf teruggeschoten ook? Ja, ik heb geloof ik 21, 22 keer geschoten. Ja. Ja. En als je dat in Nederland zou doen, heb je daar dan ook een vergunning voor nodig? Een wapenvergunning? Of zeg je van... In Nederland kan je wel een vergunning hebben, maar niet in de zin zoals in Suriname. In Suriname heb je een vergunning, dan mag je hem dragen, mag je hem altijd bij je hebben. En dat is in Nederland, bestaat dat niet. Maar ja, als je in Nederland terug gaat schieten, ook al heb je een vergunning, dan krijg je toch wel heel veel problemen. Ja, over naar de meer naar de actualiteit. Je bent weggevlucht, je zit nu in Nederland, je bent nu gesetteld in Nederland. Ja, nou ja, weggevlucht is een zwaar woord. Er was geen toekomst meer, hè. We lagen al 7 maanden stil, dus we hadden geen inkomsten meer. En het personeel moest wel doorbetaald worden, dus wij zijn, ja, hom of kuit, we zijn gewoon weggegaan. En we zijn gewoon netjes via Sanderij gegaan, dus we zijn niet in het holst van de nacht gevlucht. Ja, we zijn teruggekomen. Wat nu? Wij doen er alles aan dat die zaak levend blijft, hè. Er is de laatste rechtszaak hebben we gehad, ik meen in februari 2022. Waarbij de rechter schande sprak hoe het ministerie van de LVV met ondernemers omgingen. Dat het hoogste orgaan eraan te pas moet komen. Dat bedoelde de rechter mee, de brief van de president. En toch dat de minister het niet honoreert. En het enige antwoord wat de minister had van dat recht heb ik. Ja, voor de mensen die niet weten waar het eigenlijk over ging. Het ging over het importeren van eieren die uit Nederland afkomstig waren. En die moeten ingevoerd worden in Suriname. En dat werd geblokkeerd of dat werd tegengehouden. Die eieren werden niet vrijgegeven omdat men bang was voor contaminatie. Ja, maar kort gezegd, er draaide in de rechtszaak om. Waarom mocht de Doxen Club van den Berg eieren met een gezondheidscertificaat niet importeren, terwijl mijn collega's ook eieren importeerden uit landen waar ook vogelgriep is. Ja, en die mochten het wel. Je spreekt dus over willekeur. Nou, zijn al die juridische zaken nu allemaal mooi opgelost? Nee, want er is nog steeds geen uitspraak. Het was een kort geding. Dus februari 2022 heeft dat plaatsgevonden. Er zou een uitspraak komen. En men hoopt gewoon, I don't know, dat ze kunnen zeggen, meneer van den Berg, hebt er geen belang meer bij. Er hoeft geen uitspraak te komen, want het loopt nog steeds. Mooi. Tot slot, hè? Het loopt nog steeds, maar hoe nu verder? Ja, wat ik heb gedaan, wij zijn in Nederland, mevrouw en ik, zijn we eerst naar uitgeverijen gegaan. Wij wilden een boek laten schrijven van zaken doen in Suriname. Door die gesprekken met de uitgever hebben we met 4 schrijvers gesproken.
Daar is er één van uitgekozen. En die is bezig met het boek. Daar is hij in eind oktober, begin november mee begonnen. Dat boek wordt in twee talen uitgegeven. En ook door die uitgever zijn we in contact gekomen met een productiemaatschappij om vier kleine films te maken. Een soort mini-documentaire. Ja, mini-documentaire. En er worden de zaken besproken die in het boek voorkomen. Nou, de eerste film. We hebben in december de contracten getekend. Die worden nu in januari opgenomen. En de eerste film wordt ook in januari vrijgegeven. En ik moet u zeggen, er wordt naam en toenaam genoemd. En wij laten zelfs gesprekken horen door de telefoon, dus in de film, die daadwerkelijk hebben plaatsgevonden. En daar zullen sommige mensen niet blij mee zijn. En gezien het verleden, is het zo, ook met wat er in je oude woonomgeving gebeurd is, vrees je geen criminele sancties op de een of andere manier bij het uitkomen van het boek? Of zeg je van, nou, zo erg is het ook allemaal weer niet? Ik moet wel zeggen dat er een paar schrijvers zijn of de productiemaatschappij voor de opname van de film die inderdaad voor sancties daar hebben gezegd, we doen het niet. We hebben er uiteindelijk wel een gevonden. Ik ben er zelf niet zo bang voor. Oké. Okay. Gerard, we gaan. Wanneer komt het boek uit, denk je? Nou, het boek moet in maart-april uitkomen. Voorafgaande aan het boek zijn er dus meerdere filmpjes op internet. Ik moet u zeggen, wij hebben heel veel gespreksopnamen, heel veel geluidsmateriaal. Dus het wordt een hot item. Wat is tenslotte je doelstelling? Is je doelstelling je de onderste steen boven krijgen? Of zeg je van nee, ik wil eigenlijk ook mijn tegenslag optimaal laten renderen? Nou, ik draag Suriname een warm hart toe. Het is een verschrikkelijk mooi land. Ik vind het alleen jammer dat er enkelen zijn die hun eigen belang boven alles zetten en daarom een hele sector kapot maken. En wij willen dat er toch een keer een uitspraak komt dat het niet wordt vergeten en van er gebeurt niets meer. Er moet een keer een uitspraak komen. Het kan niet zo zijn dat wij een gigantisch plan hadden en een hele sector wordt gewoon kapot gemaakt. Dat kan niet. Gerard, ik ga je bedanken voor dit gesprek. Graag gedaan. Dames en heren, dit was Regio TV aan tafel met een onderwerp wat waarschijnlijk toch nog wel wat aandacht zal krijgen in de naaste toekomst. Ik dank u voor uw aandacht en ik zeg graag tot de volgende keer weer.